En wat is er heerlijker dan dit? Aan de Maas zitten, in de zon, met een tas vol boeken. Kijk, natuurlijk kan je naar de boekhandel. Dat stimuleren we alleen maar. Of naar de bieb. Ook dat stimuleren we. Maar heb je daar geen tijd, geen geld of geen zin in? Ga eens langs een mini-bieb. Stap eens binnen, stap eens af van je fiets en kijk eens in zo'n ruilboekenwinkel. Kijk, ik heb een strip, een realityboek. Wat nog meer? Een Engelstalig boek, natuurlijk. Kinderboeken, ook volop. En, nou ja, zelfs de nieuwste Stephen King heb ik gevonden. Allemaal gratis en voor niks of om te ruilen. Kijk, in Kuik kun je op verschillende plekken ook in een supermarkt terecht. Ook daar staan boekenkasten waar je boeken kunt lenen, kunt ruilen of gewoon kunt meenemen. Maar Wijk TV De Valuwe, die gaat langs de kleine ruilboekenkasten. En je ziet, uren leesplezier voor iedereen. Vandaag zijn we in onze serie Minibieps, nou gewoon in Kuik, in de Wilhelminastraat wel te verstaan, want hier is sinds kort ook een superleuke minibieb herrezen. Nou, en ik heb bij me Frank, Eline en Lara, de hele happy family die deze prachtige minibieb heeft. Frank, hoe zijn jullie hiertoe gekomen? Nou, we hadden de minibieb in Nijmegen ook al. En die werd zo goed bezocht dat hij met ons mee is verhuisd. En toen hebben we hem eigenlijk gelijk toen we hier zijn komen wonen weer in de tuin gezet. En ja, er wordt nu alweer goed gebruik van gemaakt. Dus ja, hartstikke leuk. Ja. Jij leest vast ook al boeken, of niet? Zij leest zeker al boeken, ja. Althans, we naar buiten gaan, dan gaat eerst de bieb even open, even kijken. En dan gaan we, nou ja, onze wandeling maken of zo. Ja. Ja. Want kinderboeken, die staan er genoeg in, zie ik. Heb je ook boeken voor volwassenen? Ja, zeker. Ja, meestal staan onder een beetje de kinderboeken en dan boven volwassen boeken. Maar nu staan er ook een paar kinderboeken boven. Dus ja, zijn denk ik gewoon veel kinderen hier. Het is een beetje een mix. Kijken? Kom maar, even kijken, Lara. Want, nou ja, je zei dat je hem al in Nijmegen had, in waar jullie eerst woonden. Maar hoe zijn jullie er toen toe gekomen? Waarom vind je dit belangrijk? Nou, we vinden het gewoon superleuk als mensen lekker boeken lezen. En ja, de boekenkast is zelf gemaakt. Eline heeft hem gemaakt samen met de vader. Het is eigenlijk mijn verjaardagscadeau geweest. Dus en ja, ik vond het zelf gewoon ook altijd al leuk als ik dat ergens anders zag. Zo'n kastje op straat langs de weg. Dus ja, ik dacht, dat is gewoon ook leuk. Je krijgt aanspraak door mensen stoppen even bij je tuin. En ja, want eigenlijk eerlijk gezegd ben ik zelf helemaal niet zo'n lezer. Dus dat is wel grappig. Maar ja, het is... Maar vind je het niet vervelend? Want het staat bij je huis, dus mensen gaan in die bieb kijken. Maar gaan ondertussen ook een beetje naar binnen staan te gluren misschien. Vind je dat niet lastig? Nee, maar het is heel wisselend. Sommige mensen die zwaaien even. En sommige mensen die kijken wat meer zo naar de straat, van als ik maar niet naar binnen kijk. Ja, terwijl het ons niet echt uitmaakt. Ja, dus ik vind het juist ook wel leuk dat je een beetje contact hebt met elkaar en ja, zo wat voor elkaar betekent. Ja. Hoeveel boeken heb je er ongeveer in staan? Ja, wisselt heel erg. Ja, nu is het een beetje gewoon gemiddeld. Soms is die wat leger en dan komt er ineens weer een fanatieke lezer en die vult de hele bieb, weet je. Dus ja, het is heel wisselend eigenlijk. Ja, want dan kun je wel merken dat mensen er iets uithalen, maar ook weer echt iets in terugzetten. Ja, het is heel wisselend. Soms komen mensen even aanbellen om te vragen wat de bedoeling is. Dan voelen ze zich al schuldig om één boek te pakken. Terwijl ik denk, ja, je kan hem ook lezen en over een maandje weer terugzetten of zo. En ja, of dat je inderdaad gewoon een boek pakt en later een keer wat boeken terugzet. Want ik kan me voorstellen als je hier langs loopt dat je niet hebt bedacht van oh, ik ga naar de bieb, weet je wel. Dus het kan best zijn dat je dan een boek eruit pakt en dat je denkt ik kom later eens een keer terug om wat terug te zetten. Ja, echt als een spontane actie. Ja, precies. Ja, zeker. Ja, zo werkt het goed in Nijmegen. Dus eigenlijk was hij altijd wel hier vol. Gaat het ook goed. Ja, hier gaat het ook goed. Ja. Hebben jullie al enig idee hoeveel mensen er zo per week of zo iets in doen? Ik geen idee eigenlijk. Ik denk dat er komt toch wel bijna iedere dag wel even iemand langs die erin kijkt. En soms wel meerdere keren per dag. Ligt een beetje aan het weer ook, hè? Ja. Dat maakt ook wel uit, ja. Ja. Ja.
Maar ja. Op een zonnige dag, als mensen gewoon een ommetje maken, dan wordt er drukker bezocht of zo. Ja, dat, ja. Ja, precies. In het weekend zie je wel eens mensen langskomen fietsen die dan voorbij komen. Dan zie je ze even laten terugkomen fietsen om toch even te gaan kijken. Ja. Dus, ja. Zijn jullie ook aangesloten bij een organisatie? Iets van mini-beeps of zwerfboeken of... Ja. Nou ja, hoe ze ook allemaal heten? Ja. Mini-beep. We hebben op minibeep.nl kun je de beep aanmelden. En dan, ja, dan kun je hem daar vinden. Als je echt gaat zoeken op mini-beeps, dan vind je hem daar terug in het rijtje. Die is lekker zacht. Die is lekker zacht. En zijn jullie boeken ook nog geregistreerd dan? Kunnen mensen kijken waar hij blijft? Nee, we hebben het echt gewoon erin. En, het zijn echt zwerfboeken waar die overal belanden. Ja. Hebben jullie nu ook al... een boek gehad waarvan je zegt, nou, dit vind ik nou echt een super bijzonder boek of een heel raar boek of nou, dit is een boek wat ik al jaren zoek? Nou, niet echt specifiek een boek, maar soms zie je wel ineens echt van die boeken waar je zegt, nou, die je ook in een boekwinkel ziet liggen. Dus er staat niet alleen maar rotzooi in. Zeg maar, daar waren we in het begin wel een beetje zo bang voor dat je er allemaal mooie boeken in zet en dat mensen er alleen maar troep voor terugzetten. Maar dat is toch niet zo. Er komen echt wel gewoon hele mooie en ook echt bekende boeken in voorbij. Dus, dan krijg je een reeks Griekse boeken van mensen of zo. Ja, dat gaat dan toch, als het er in een week dan niet uit is, ja, dan doe het gewoon weg. Want dan hou je de boel ook een beetje netjes. Ja. En wat doe je met de boeken die je eruit haalt vervolgens weer? Die ga je zelf naar de kringloop brengen? Of denk je van, nou, probeer ik het over een maandje nog eens? Ja, het ligt er een beetje aan. Maar meestal laten we het echt wel langer staan. Tenzij we zelf dus denken van, ja, dat gaat echt niemand lezen. En we hebben wel eens naar de kringloop gebracht, maar soms wil de kringloop het ook niet. Dus ja, weet je, dan moet het gewoon weg. Ja, ja. Ja. Of beschimmelde boeken of zo. Ja, dat is zelden hoor. Maar ja. Ja. Het is zelden, maar ja. Hey, wil je het uitladen? Nou, ik zie dat hij wel op een kindermaat staat in ieder geval. Want de kleine kunnen erbij, hè, zie ik. Ja. Hebben jullie nog een toekomstbeeld van wat je zegt? Zo van, nou, ik wil hier straks ooit alleen maar of kinderboeken of voor volwassenen. Of we gaan zo lekker door zoals het nu is. Eigenlijk hoe het nu is. We hebben eigenlijk bedacht dat het bovenste plankje voor de volwassenenboeken is. En de onderste voor de kinderboeken. Maar goed, op een gegeven moment past het er niet meer op. Dus nu gaan de kinderboeken een beetje naar boven. En dat wisselt toch een beetje door. Maar het is wel op een natuurlijke wijze zo ontstaan. We hadden het niet van tevoren bedacht eigenlijk. Nee. Maar de kinderboeken die staan natuurlijk een beetje op kinderhoogte, denk ik. Ja. 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 En zijn jullie er veel tijd mee bezig om dit een beetje netjes te houden? Nee, valt wel mee. Het is ook gewoon een beetje plezier. Dat je gewoon even opentrekt van, hey, is er weer wat nieuws? Het is gewoon leuk om te zien dat als je een dag hebt gewerkt en je komt thuis, dat je ziet dat er allemaal nieuwe boeken staan. En dat er dan mensen plezier hebben gehad zonder dat je er zelf erg in hebt gehad. Ja. Nou, super. Het is hartstikke dicht bij het centrum van het dorp. Dus mocht u een ommetje gaan maken, loop hier eens langs deze leuke mini-biep in de Wilhelminastraat. Dank jullie wel voor de tijd. Alsjeblieft. Graag gedaan, leuk.